Voordat deze video begint wil ik jullie even uitleggen waarom er vorige week geen video was. Het was mijn dag op maandag. Mijn oma is heel kort geleden overleden. En ja, ik heb het daar heel erg moeilijk mee gehad. Omdat mijn oma echt super belangrijk voor me was. Ze was echt de liefste oma ooit. Mijn hele leven ging ik altijd logeren bij mijn oma. Het was echt fantastisch. Ze was pas 83 jaar en ze had nergens last van. Dus het was heel onverwachts. Dus ja, we zijn allemaal heel erg geschrokken. En nog steeds heel erg verdrietig. Maar deze week heb ik weer een video voor jullie. Maar dan snapt jullie even waarom er vorige week geen video was. Sorry daarvoor, we missen eigenlijk nooit een video. Maar voor nu heel veel plezier met de video die nu komt. Yo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In deze aflevering gaan jullie heel veel leuke dingen zien. Waaronder, wij gaan trainen samen met Imke van hier van stal, Joepie en zijn pony Blackie en ik met Yves voor een show voor iemand die dinsdag 100 jaar wordt. Echt super gaaf. Ze houdt heel erg van paarden en hoe bijzonder is het om 100 te worden. Ik ga jullie ook even Blackie voorstellen. Blackie is de pony van Joepie. En ik ga dus met Yves, want Blackie is een merrie. En we gaan ook met Cezuanne van Imke, dat is ook een merrie. En deze meneertjes, die gaan anders niet zo rustig in het rijtje lopen. Want we gaan dus die cure muziek doen. Stukjes naast elkaar en stukjes achter elkaar. En dan worden George en Johnny een beetje wild. Dus oké, ik ga even Blackie voorstellen. Ik ga Yves pakken. Let's go. Gaan we mee. Oké, we lopen naar Blackie. Dit is Blackie. Hij is echt super mooi en super lief. En Joepie, hoe oud is Blackie? Blackie is 30 jaar en dat is toch echt briljant. Gewoon 30 en hij is super snel. Oh, zo schattig. Blackie is zelfs zo snel. Wij deden het spelletje Tally Ho, kennen jullie allemaal van YouTube. Dat is zo snel mogelijk 3 keer de bak rond. En ik verloor met Johnny van Blackie. En Johnny is natuurlijk een mega groot paard, grote galop. En ik verloor. Terwijl ik echt gas probeerde te geven. Ik had, in stap lag ik ver voor. Dat zou ik eigenlijk winnen. En toen kwam draf en galop. En toen won deze kleine schat van Johnny. En jullie kennen Joep allemaal natuurlijk wel. Hij is de ruiter van Blackie. En oké, waarom verloor ik? Omdat Johnny alleen maar omhoog springt en blijft naar voren. Klopt, Johnny galoppeert heel erg omhoog. En Blackie gaat gewoon racen naar voren. Maar Blackie is hier nog een tijdje. En ik ben aan het trainen. Dus we gaan even kijken, misschien gaan we straks nog wel een keer Tally Ho doen. Of nog een keer met Johnny en dan ga ik kijken of ik hem alsnog kan verslaan. Want ja, geen zin om te verliezen. Wat zei je? Mijn rijvereniging eergisteren nog sneller gemaakt. Nog sneller gemaakt? Oh, wow. Ja, en Blackie is echt heel cool. Hij kan ook al springen. Hé, Blackie? Oh, ik wil ook een Blackie. Blackie, als ik op jou ga, wil ik misschien wel. Nee, moet ik eens laten zien dat ik onder hem door kan lopen. Kan je onder hem door? Serieus? Don't try this at home. Zal ik het doen? Ja, is goed. Oh, geniaal! Oh, Blackie is echt geweldig. 30 jaar en dan ben je gewoon zo fit. En ik kan van de kont afglijden. Van zijn kont afglijden, ja, hij kan echt alles. Ja, Joep is echt mega stoer. Zelfs als hij keihard gaat racen en een beetje langs het zadel hangt, dan blijft hij nog zitten. Wat? Kan een backflip doen vanavond. Een backflip? Ja, geniaal. Kijk eens wie we hier hebben. Evie. Jij gaat ook meedoen met de show. Want ik heb de laatste tijd veel shows gereden met George en met Johnny. Maar deze speciale show mag jij lekker doen. Hier, nemen we nog even wat hooi voordat we gaan rijden. Ja, ja, ja. Evie, gaan we je even heel mooi maken. Maar we gaan deze show dus geven aan Tante Maria. Tante Maria is dus nu 99, wordt 100 jaar. En dat vind ik zo vet. Je zal maar 100 worden. Weet je, hoeveel maak je dan wel niet mee? Yves, heb je genoeg gegeten? Klaar voor? Oh, dat kopje van Yves. Het blijft zo'n mooi paard, hè? Klaar voor? Yves gaat ook heel erg goed met rijden. Ze gaat steeds nog een beetje beter. Binnenkort weer wedstrijd, hè? Ga je nu mee? Ja, Yves heeft zin in de show, want Yves houdt zo erg van aandacht. Oh, Yves en Blackie staan naast elkaar. Oké, ik ga er ook proberen onderdoor te lopen. Hou jij die camera's vast. Hoe deed je dat zo? Ja. Ik ben toch wel een beetje eng. Ja, goed. Ja. 5 keer nog. Nee, niet 5 keer. Jongens, thuis niet nadoen, hè.
En Blackie, oké, we gaan een opzadel challenge doen. We gaan eerst alle spullen klaarleggen. En dan gaan we kijken wie als eerst... Ja, maar jij moet eerst nog poetsen. Ja, oké, maar dan moet je nog... Ja, dan moet je op mij wachten. Ja, inderdaad, eerst poetsen. Kijk, dit is Cezuana. Hier gaat Imke op. Imke is de moeder van Joep. En Imke is meerdere keren naar de Olympische Spelen geweest. Heeft ook medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Dus die is echt helemaal geweldig. Dat wordt echt heel cool. En Cezuana is de beste vriendin van Yves. Want die staan allebei altijd samen in de wei. Ze hebben allemaal mooi wit op hun hoofd. Net als Blackie. Kijk wie hier ook is. Matsie, kom eens. Hey Matsie, ga je ook kijken naar de show? Oh ja? Joepie en ik gaan een opzadel challenge doen. Die challenge gaat beginnen. Oké, ik ben er klaar voor. Joepie en Blackie zijn er klaar voor. Let's go! Oké, we hebben net de kuur gedaan. Joepie deed het goed. Yves deed het goed. Suzanne deed het goed.
Nou, dit wordt echt heel erg leuk. Ik heb er heel veel zin in. We gaan ook rijden met mooie witte dekjes en ook vet mooie jasjes. En Yves vindt het echt helemaal geweldig om zo achter elkaar aan te rijden. Ik ga ook nog de echte kuur helemaal filmen. Maar dit ging helemaal top. Blackie. Leuk is Blackie, hè? Yves vindt... Kijk, ik ga heel zo naar Blackie kijken. Die vindt Blackie mega lief. Yves vindt het echt heel leuk. Yves, die is lekker aan de wei. En nu ga ik op deze superster rijden, Georgie. En Johnny staat hier ook lekker. Die heeft vrij vandaag, want die heeft gisteren heel hard gewerkt. Hey Johnny. Alleen, wat heb jij hier met je halster? Heb je geschuurd? Er zit één oor niet goed door. Oké, ik zet je oor er even door. Oké, hoppakee. Wat hoor jij dan weer? Nee, dat is geen merrie. Nee, dat is geen merrie. Oké, let's go. We gaan beginnen met het oefenen van het proefje. Dit is bij A binnenkomen. Netjes op de AC-lijn. Je moet kaarsrecht zijn. En dan moet je iets verzamelende galop doen. Dus iets langzamer. En dan heel mooi halt in één keer. Nu zie je dat George zijn been een beetje naar buiten zetten. Dat is niet goed. Maar hij staat wel heel mooi stil. En heel mooi vierkant. En dat is heel belangrijk. Daarna moet ik in draf. En dat doet hij ook heel mooi vloeiend en soepel. En zoals je ziet heeft hij er heel veel zin in. Maar ik moet recht door en ik ga een beetje slingerend scheef. Dan komt de uitgestrekte draf en dan zie je George echt vliegen als een raket. En daar krijgen we heel vaak een 9 voor. Nu komen de wissels op de diagonaal en dan zie je 1, 2, 3, 4. Galopswissel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan nog een keer 1, 2, 3, 4. Dat deed George echt super goed. En na deze wissels komen de wissels om de 3. Dus dan moet je heel goed kijken. Nu zit ik in de rechte galop en dan let op. 1, 2, 3, wissel. 1, 2, 3 en wissel. 1, 2, 3 en wissel. 1, 2, 3 en wissel. En dan nog 1, 2, 3 en hoppatee, wissel. Hij deed het super goed en ik ben mega trots op George. Ja, George ziet het al. Maar kijk eens wie we daar hebben. In de verte, daar staat Yves in de wei. En dat vindt George heel leuk. En hier staan ze ook lekker op de wei. Heerlijk, mega, mega grote wei hebben deze paarden. Oh, George, ja, je ziet Yves al. Hij heeft Yves in de smiezen. Oké, afzadelen, grappie. Ja, ja, we hebben heerlijk geoefend met het proefje. En nu gaan we nog even uitstappen op de galoppeerbaan. Het is echt geweldig. We gaan vandaag niet galopperen. Oh, George gaat echt helemaal off-road. Kijk, hier kun je dus eruit. En dan kun je zo echt helemaal een buitenrit maken. Maar George gaat het zelf al doen. Leuk, hè? Ik heb hier zeg maar allemaal weilanden. Maar daar heb je het bos. En ik ben soms best wel bang voor wolven. Want in Brabant is dus de wolf al gesignaleerd. Dus soms kijk ik echt, oké, welke tak kan ik afbreken om die wolf aan te vallen als hij George aanvalt. Leuk, hè, George? Ah, die oortjes. Kijk, dit is echt toch een beetje Afrika, vind ik zo. Echt een beetje Afrika. Nou, we zijn in het bos en kijk hoe gaaf. En oh, George wil misschien die kant op, maar ik weet dus nog niet of dat al kan. Want we kunnen eigenlijk gaan we normaal hier zo in. Alleen dat is denk ik nog een beetje te nat. Maar we kunnen ook helemaal hierdoor. Dat is echt gaaf met George. Echt heerlijk uitstappen. En dan gaan we nu terug naar de galoppeerbaan. Maar wat ik al zei, we gaan nu even niet galopperen. Want we hebben al heerlijk getraind voor het proefje. Even afzadelen. Oh, die paardenvoetjes. Oh nee, daar is het een beetje blubberig. George, daar hou je niet van. Daar moet je even omheen. Kijk, dat vindt hij al irritant. Dit vindt hij heel irritant. Hij gaat hier niet doorheen, hoor. Oh nee, hij zakt een beetje weg. Woehoe, goed zo, goed gedaan. Hé, hey, eindelijk! De bomen worden weer groen. De haag was bruin, hè. Die hele winter is die haag helemaal bruin, maar het wordt dus nu echt lente. Wat een mooi moment. Eindelijk van die gore, koude winter af. Oké, paardenjongens, paardenmeisjes, we hebben het weer getrotseerd. De lente gaat beginnen. Die gele bol is terug. De zon, eindelijk. Die hebben we gemist. De blaadjes worden groen. En we krijgen weer een leven zonder dat ons hand of voet eraf gaat vriezen als we naar de paarden gaan. Woehoe! Nou, George zit inmiddels weer lekker op stal en we hebben echt mega lekker getraind. We hebben half april hebben we een wedstrijd en daar heb ik heel veel zin in. We moeten nog heel veel kleine dingetjes een beetje beter maken, maar het is zo ongelooflijk leuk
om samen te trainen en steeds een beetje beter te worden. Dat geeft heel veel motivatie. En het is echt heel leuk om de trainingen met George af te wisselen. Om lekker op de galoppeerbaan te galopperen. Kijk, hier zie je een stukje dat ik aan het galopperen ben met George op de galoppeerbaan. Dat doen we echt elke week. En eindelijk wordt het weer een beetje lente, want de galoppeerbaan was veel te nat. En George haat water, haat plassen, haat natte voeten. Maar nu eindelijk kunnen we weer lekker op de galoppeerbaan. En ja, dat vindt George dus, wat ik al zei, helemaal geweldig. En we gaan binnenkort een hele leuke bosrit maken. En ik ben al even aan het kijken naar allemaal verschillende routes. Want ja, ik zou het ook heel leuk vinden om bijvoorbeeld met Johnny een keer te gaan zwemmen. Dus hebben jullie goede tips waar je met je paard kunt zwemmen? Zet het hier vooral onder in de reacties. Dan ga ik nu even kleding uitzoeken voor de show van morgen. Morgen is de verjaardag van Maria. Wordt ze 100 jaar. En het is ook heel leuk. Ze loopt hier ook heel vaak op de stal om te trainen, om fit te blijven. Echt super lief. Maar morgen is de show en we gaan dus sowieso witte rijbroek aantrekken. Maar we hebben bedacht om hele mooie donkerblauwe wedstrijdjasjes te dragen. Want ja, Joepie is natuurlijk een jongen. Hij is cool en hij is stoer. Dus hij wil gewoon echt iets cools aan. Hij heeft een heel vet wedstrijdjasje. En dan gaan Imke en ik ook in het donkerblauw. En dan matchen we alle drie witte dekjes. En het wordt echt mega vet. Ik zal een stukje filmen. Dan kunnen jullie het allemaal zien. Voor nu bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Georgie, zeg je ook nog even doei? Oh, hij is eten aan het stelen. Oh, terwijl ik aan het vloggen was, ging hij eten stelen.